Vandaag waren we te gast bij het Martini Ziekenhuis. En zij organiseerden een publiekslezing over prostaatkanker. Een publiekslezing ter ere van hun 25-jarige bestaan. 25 jaar samen voor de beste zorg. En soms weet je niet waar je zelf ooit een keer voor komt te staan. En is het een keer mooi dat je vooruit weet waar je mee te maken krijgt. Dus dat is eigenlijk de reden. Ja, mijn broertje had graag een belangstelling. Mijn man is gelukkig 6 weken eerder geopereerd dan dat de bedoeling was. Dus wij hebben alle voorlichting verder gemist. En vandaar dat wij zeiden, hey, laten we nog naar die tijd eens gaan en horen wat wij nog niet weten. Een kandidaat toch, of niet? Je wordt ouder en dan heb je meer kans op dat je het krijgt. Ja, in februari mag ik onder de robot door. Dus best spannend, ja klopt. Eigenlijk ben ik nieuwsgierig hoe het gaat met de operatie voor prostaatkanker. Want ik ben namelijk zelf ook behept met prostaatkanker, dus ik wou er iets meer van weten. Ik heb natuurlijk met de uroloog al heel veel vragen gesteld. Maar ik ben benieuwd of er nou nog vragen gesteld worden die ik, of waar ik nog niet op gekomen ben. De eerste gast was Jan Haddering. Hij is behandeld voor prostaatkanker. En hij deelde een belangrijk advies met ons. Acceptatie van de problematiek is het allerbelangrijkste. Accepteer het dat je dat hebt. En maak direct daarna, als het mogelijk is, zeg maar de volgende stap. En heb het erover met je partner, vrouw, man, met je kinderen of wat het ook. Maar heb het erover. Dat is zo belangrijk. Blijf niet in een kringetje ronddraaien. Jan Haddering. De volgende spreker was dokter Wiarda en hij vertelde ons wat prostaatkanker eigenlijk precies is, maar ook hoe het behandeld wordt. En daar komt heel veel techniek bij kijken. En ja, wat krijg je dan tegenwoordig? Dit is medische zorg anno 2017. Techniek. Heel veel techniek. Beeldschermen, zelfs 3D-beeldschermen, waarbij het personeel staat met zo'n bioscoopbrilletje op mee te kijken. Het is allemaal even wennen, maar uiteindelijk zijn we daar ongelooflijk blij mee dat het zo werkt. Dr. Rauw is radioloog in het Martini Ziekenhuis en hij vertelde ons hoe hij een diagnose stelt. En hij vertelde ook dat er veel is verbeterd in de zorg de laatste jaren. Goedenavond, dames en heren. In de strijd tegen prostaatkanker gaan ontwikkelingen snel. En die ontwikkelingen zijn de laatste jaren zoveel sneller gegaan dan in die periode daarvoor. Toen mijn vader prostaatkanker had, toen waren de mogelijkheden beperkter. En nu zien wij eigenlijk een hele grote vooruitgang, waarin korte tijd stappen worden gezet in de behandeling, stappen worden gezet in de diagnostiek. En die versterken elkaar ook nog. Marlene Braam is verpleegkundig specialist in het Martini Ziekenhuis. En zij begeleidt de patiënten met prostaatkanker voor, tijdens en na het proces. Ze is het vertrouwde gezicht. Ik kan mensen helpen met wat betekent het prostaatkanker. Dus ik ben medisch onderlegd. Ik ben een vast aanspreekpunt voor mensen. Mensen kunnen in het traject nog wel eens verschillende urologen tegenkomen. Dan ben ik het vertrouwde gezicht. Want ik loop het hele proces met de patiënt mee. En dat betekent niet dat ik iedereen heel vaak zie, want de een heeft meer behoefte dan de ander. Maar het is in ieder geval prettig om te weten dat als je prostaatkanker hebt, dat je weet dat je bij iemand terecht kunt. En die ook laagdrempelig beschikbaar en bereikbaar is. Dankjewel, Marlene Braam. Hoe vond u de avond? Uitstekend. Ja, goed verzorgd, duidelijk. Ja, goede uitleg. Ja, erg tevreden. Heel goed, heel interessant. Ik ben geen patiënt, maar je neemt je leeftijd toch in aanmerking. En dat kan ooit een keer gebeuren, dan vind ik het een hele goede avond. En het ging over die nieuwe robot, dus die Da Vinci robot. En dan hoop ik maar dat het voor mezelf ook makkelijker wordt straks, als ik aan de beurt ben dan. Hè. Dit was de 5e publiekslezing van een reeks van 6. Wilt u er de volgende keer bij zijn of meer informatie over de lezingen? Kijk dan op samenvoordebestezorg.nl.